Ik droom al 50 jaar van zo'n wagentje en een ezeltje. Nou, Truus. En zo moet je het karretje redden, hè? Daar wonen heel veel aardige mensen, die kom ik allemaal tegen. En de kindjes, die verkijken de verstand. Die zeggen, meneer, woont u daar? Ik zeg, ja, daar woon ik, ja. Ik speel het spelletje dan ook een beetje mee. Ik reis door heel Nederland, behalve Zuid-Limburg, want dat is te zwaar voor mijn ezeltje. En ik heb geleerd, als je naar het zuiden wil, dat je die kant op moet. Dan moet je even naar je kompas kijken. En als ik naar het zuiden wil, dan zeg ik, nou, ik moet die kant op. Hoe dan ook. Geweldig, toch? Ik dacht de ultieme vrijheid te vinden, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want je loopt tegen de regelgeving aan. Dus ik riskeer wel een beetje een boete af en toe. De politie is heel aardig voor me, omdat ik met een dier onderweg ben. En als ik geen overlast bezorg, dan willen ze wel eens wat door de vingers zien.